Deze week weer een nieuwe ronde in de Eredivisie en veel belangstelling op de training. Dit komt natuurlijk door de herfstvakantie, maar wellicht ook door de prima resultaten. Want afgelopen weekend werd er opnieuw gewonnen. Ja, wat doet dat met de sfeer nu in de ploeg? Ja, dat verbetert het alleen maar natuurlijk. En terecht, we zijn goed bezig en 3 keer achter elkaar gewonnen en hopelijk deze zondag weer. The vibe is really good. We won last match. It was a tough match, difficult match against one of the best teams in the league. Blijft nu staan en wordt gepasseerd. Botman. Ja, eerste Eredivisie goal. Heel blij mee. En hopelijk komen er nog meer. Maar blij dat ik een deel heb kunnen bijdragen aan de overwinning. En het hele team heeft het goed gedaan. Dus blij mee. Mede doordat het middenveld goed staat, moet Alan Halilovic het nu toe nog doen met een plek op de reservebank. Maar de huurling van AC Milan viel zaterdag alweer voor de 5e keer dit seizoen in. Ja, yeah, it's going good. First 3-4 matches I spoke with the coach. He said that I will need a little time and to get a fit. But I think now after 1.5 months I'm fit and I'm ready 100% to play a full match. Komende zondag voor velen misschien wel de wedstrijd van het seizoen. Dan spelen we thuis de derby tegen FC Groningen. Hoe leeft deze wedstrijd voor jullie een team? Ja, zoals je zegt, voor de club is het een hele belangrijke wedstrijd. Het is derby van het noorden. Het is een derby. Het is een big match voor ons. We play home. We just have to give 100% and you know the crowd and the fans they love that. And I know I watch some matches of them. They are really good team also. In de spits, denk ook een bekende van jou, Kai Sierra, is ook Ajax huurling. Is dat nog extra bijzonder? Ja, het is leuk dat ik tegen hem speel. We hebben nog contact, dus het blijft allemaal hetzelfde. Alleen het is natuurlijk inderdaad iets anders. Het is leuk dat ik tegen hem mag spelen. Maar, waarschijnlijk ook nog directe tegenstander, of? Ja, dat zou wel zo maar kunnen. I think it will be a tough match and maybe with not a lot of chances, but I hope that we can play like we played last 3-4 weeks and it will be good for us. Aankomende zondag wordt er 12:15 afgetrapt in het Abelenstra Stadion. In ieder geval op naar een mooie wedstrijd, denk ik. Vol stadion. Zin in? Ja, zeker. Heel veel zin in en we gaan het weer laten zien.